De adjudant van de Prins van Oranje, vandaag een belangrijke taak. Nou, niet alleen vandaag. Het is altijd een belangrijke taak. Maar inderdaad, we zijn met de voorbereidingen van de veldslag bezig. De prins is op dit moment ook bezig om zijn paard in te rijden. Dus vandaar dat hij even niet in staat is om nu te woord te staan. En ik zal de prins in de veldslag begeleiden en zorgen dat hem niets overkomt. Mijn dagelijkse taak is dat de prins zich niet bezig hoeft te houden met alledaagse beslommeringen. Dat is mijn taak, zodat hij toekomt aan al zijn prinselijke taken en militaire bevelhebbertaken. De slag om Reugenrode hier in Almelo, ja, wordt een strijd met Napoleon. Ja, het werd ook tijd dat dat gebeurde. En we hebben te lang onder het Franse juk geleefd. En gezien het enthousiasme ook van de plaatselijke bevolking is het toch oranje boven wat de boventoon voert. En we hopen dat er betere tijden aanbreken voor de Almeloze bevolking. Kunt u het tijdsbeeld eens schetsen, hoe dat was onder Napoleon? Onder Napoleon laat ik vooropstellen dat de jonge Napoleon veel goede zaken verricht heeft. En ook qua staatshervormingen een heleboel zaken doorgevoerd heeft. Waar we heden ten dagen nog baat bij hebben. Ons rechtssysteem is er voor het grootste gedeelte op gebaseerd. De burgerrechten kwamen onder de jonge Napoleon wat meer naar voren. En helemaal in de daarvoor gaande revolutionaire Franse periode. Echter. Wat er vaak gebeurt met mensen die te lang aan de macht zijn in hun eentje. Ze krijgen wat apartere neigingen, dictatoriale neigingen. En de Napoleon van 1813 was helaas een schim van wat hij was. Hij had een noodlottige campagne in Rusland meegemaakt, waar heel veel Nederlandse dienstplichtige militairen omgekomen zijn. Dat zette heel kwaad bloed in Nederland. De Nederlandse economie ging ook daardoor enorm achteruit. Nederland van 1813, 1814 is armoede en honger troef. Dus het was niet zo vreemd dat men genoeg had van de Fransen op dat moment. En vandaar dat alles beter dan dat, dachten ze. Dus de Oranjes konden terugkeren. En in dit keer hadden ze geleerd onder Lodewijk Napoleon dat het koningschap goed kon zijn. Helaas heeft zijn broer het later overgenomen en is dat minder verlopen. Dus men wilde niet meer terug naar het stadhouderschap, maar naar een regerend koning. Later is daar men ook weer van genezen geraakt en hebben we de parlementaire democratie ingevoerd omdat de koning iets te veel zijn stempel drukt. Willem I was niet echt een democraat. Ja. Ja. Nou, mensen zijn, wat ik bemerk, goed gemutst. We hadden heel veel geluk met weer, net zoals 2 jaar geleden. Ik verwacht morgen natuurlijk, ja, zondag alle mensen vrij, normaal gesproken. Dus ik verwacht morgen wel wat meer publiek. Maar het was nu wel helemaal vol, ik denk. En als je, we hebben dat destijds berekend. Ja, dat zijn gewoon minimaal 5000 mensen, maar ik denk wel een beetje meer. Die tot dusver dus geslaagd? Ik denk zeer geslaagd. Ik heb geen onvertogen woord gehoord van deelnemers, niet van publiek ook niet. Ik hoorde alleen even dat het ooit verder werd hard geknald. Ja, sorry, maar het is een veldslag. Het is net zoals je voetbal ziet liggen bij het Heracles-stadion tijdens de wedstrijd. Ja, dat wordt wel geknald hier, ja. Dat klopt. Boven! 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 Strijd voor de 2e speler!